Wil u bidden om Kees ook de zegen van uw geest mee te geven, dat hij ook hetgeen dat hij heeft voorbereid, dat hij dat mag vertellen. Maar dat, dat als u het wil, dat u ook de totaal andere kant op kan gaan. Hier. Wilt u hem daar ook de vrijmoedigheid en ook de vrijheid in geven, dat hij daar ook mee om kan gaan. En dat wij aangeraakt mogen. Ja, dat was inderdaad een hele bevalling misschien niet, maar het heeft ook iets langer geduurd dan bijna anderhalf jaar uitloop of zo. Dat komt vooral omdat ik, een van de redenen is eigenlijk dat ik tijdens mijn studie er eigenlijk achter kwam dat mijn hele theologie die ik van huis uit had meegekregen, dat het eigenlijk niet helemaal klopte. Dat de kerk helemaal niet in plaats van Israël is en dat de doop helemaal niet in plaats van de besnijdenis is en dat soort dingen, zeg maar. En, dan duurt je studie soms gewoon even wat langer. En allerlei andere persoonlijke omstandigheden. Maar dat geeft niks, we zijn nu bijna klaar. Ik wil eerst met jullie gaan lezen uit Johannes 7. Johannes 7, van 37 tot 43. En daarna wil ik met jullie nog een stukje lezen uit Jesaja 12. Of eigenlijk het hele hoofdstuk, maar het is maar een klein hoofdstukje. Johannes 7, vanaf vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Yeshua daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Velen dan, uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden: hij is de Christus, de Messias. En weer anderen zeiden: maar de Messias komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Messias komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was? En er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. Dan wil ik met jullie nog Jesaja 12 lezen. In Jesaja 12 staat: op die dag zult u zeggen: ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En op die dag zult u zeggen: dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Ja, stromen van levend water. Voor ons in Nederland is het soms niet altijd even gemakkelijk om de Bijbel te lezen. We hebben soms wat extra achtergrondinformatie bij nodig. Want als je hier in Nederland woont en bent opgegroeid en de grens nog niet over geweest bent, ja, dan is water eigenlijk niet zozeer een zegen. Dat denk je niet meteen, water is een zegen. We staan er eigenlijk niet zo bij stil, maar in de afgelopen eeuwen hebben Nederland vooral heel erg gevochten tegen het water. Met meerdere overstromingen. Mijn oom die werkt bij Rijkswaterstaat. En het belangrijkste gedeelte van zijn werk bestaat uit het inspecteren van de dijken. En dan kijkt hij of al die dijken nog goed zitten, of er geen ratten in hebben gezeten enzovoort. En ik heb met hem daar wel eens hele interessante gesprekken over gehad. Hoewel we hier in Nederland ons er helemaal niet zo van bewust zijn over het algemeen, leven wij eigenlijk gewoon hartstikke gevaarlijk. Mensen van buitenaf die denken echt van: hoe krijg je die Nederlanders het voor elkaar om zo onder NAP te gaan leven. Als het overstroomt, zeg maar een keer, als de dijken niet goed gehouden zouden worden, dan zouden we niet naar Scheveningen moeten hoeven op vakantie, maar dan kunnen we naar Amersfoort aan zee.
En zelf woon ik dan in Almere. Nou, ik heb helemaal een probleem eigenlijk. Want het is helemaal gevaarlijk om te wonen. Makkelijk gewoon drie hoog, dus dan komt het water net tot de grond. Dus kan ik van het balkon afvissen. Zonder natte voeten te krijgen. Maar tot in zijn achterhoofd, water is eigenlijk niet per se een zegen voor ons hier in Nederland. We moeten er rekening mee houden. We komen er niet van tekort, we hebben er eerder van te veel. Maar totaal anders is de situatie in Israël. Er zijn eigenlijk in Israël slechts een beperkt aantal zoetwaterbronnen. En eigenlijk valt er alleen maar in het najaar, in de winter, in het vroege voorjaar valt er wat regen. En verder eigenlijk niet zoveel. Ik weet niet of je in de zomer wel eens in Israël bent geweest. Nou, 3 jaar geleden. Het is echt één grote, droge, dorre, gewoon landbende. En het heeft behoorlijk wat consequenties. Zeker bijvoorbeeld voor de landbouw. Hè. In het Midden-Oosten is dat sowieso een probleem. Maar in Egypte daar hebben ze nog de Nijl met allemaal zoet water. In Libanon daar heb je hoge bergen waar het water nog wel van afstroomt. Maar Israël heeft eigenlijk alleen in het noorden wat bergen, wat water daar vandaan. En verder eigenlijk niet. Dus Israël moeten ze het vooral hebben van de regen uit de hemel. Die zich een beetje verdiept in het Loofhuttenfeest. Die komt er al snel achter dat het Loofhuttenfeest ook alles te maken heeft met datgene wat de natuur ons geeft, de zegeningen die de natuur ons geeft. Het is niet voor niks een oogstfeest. De meeste heidense religies die zien de natuur als hun god, wij niet. Wij zien de schepper van de natuur als onze god. En door de natuur heen zien wij de grootsheid van onze god. En danken wij God voor zijn daden als schepper en als verlosser van deze wereld. Tegelijkertijd staat het feest ook in het teken van het gebed voor regen en voor de opbrengst van het nieuwe seizoen weer. En in de dagen van Yeshua gebeurde dat op een hele bijzondere manier. De meeste van jullie zullen dat denk ik wel weten, maar ja, misschien heb je dat verhaal nog nooit gehoord en dan wil ik het toch eens even nog gaan vertellen. Op het Loofhuttenfeest werden er elke dag meerdere offers gebracht in de tempel. Dat kun je allemaal lezen in Leviticus en Deuteronomium en Numeri. Welke offers er wanneer gebracht werden. En elke dag werd er na het morgenoffer door de priester met een gouden kruik werd er water gehaald in de bron van Siloam, of Siloach. En dat werd dan naar het altaar gebracht. Dus de priester die ging met zijn kruik en met het hele volk erachteraan gingen ze in één grote feestvierende menigte naar beneden om daar het water te halen en weer terug naar het altaar. Het volk juichte, maakte muziek. En een van de teksten die de omstanders dan reciteerden, dat was wat we net lazen in Jesaja 12. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En op de zevende dag, dus vandaag, gingen de priesters zelfs 7 keer op en neer. Gingen ze 7 keer terug naar Siloam en 7 keer terug naar het altaar. En het water werd dan aan de westkant van het altaar werd dat, van het brandofferaltaar werd dat uitgegoten en dat kwam dan terecht via iets van buizen of zo kwam dat terecht in de tempelbeek Kidron. En ondertussen dan zongen de tempelzangers, die zongen uit Psalm 118, zongen ze, och Heere, geef toch heil, och Heere, geef toch voorspoed. En deze ceremonie, ik weet niet of je Facebook hebt, maar dan moet je eigenlijk maar eens even de Tempelinstituut liken. En daar zag je heel veel foto's deze week voorbij komen van hoe dat nu nog steeds gebeurt. Hoe ze nog steeds een vrolijke optocht hebben met al die kruiken met water enzovoort. Deze hele ceremonie die had eigenlijk 2 dingen te zeggen. In de eerste plaats was dat een herinnering aan het water dat God in de woestijn had gegeven vanuit de rots. Mozes die sloeg met zijn stok op de rots, of hij sprak er tegen, of hij deed eigenlijk wat hij niet moest. Maar in ieder geval, er kwam water uit. En men had dorst en God gaf op een bovennatuurlijke manier gaf God water. En daar dankten ze God voor, herinnerden ze hem terug. En daarnaast had het ook alles te maken, die hele ceremonie, met het uitzien, het verwachten naar de beloofde Messias. De Messias die zou komen en als die zou komen, dan zou die stromen van hel geven. Dan zou die stromen van hel brengen. En met dit beeld, ik hou ervan zeg maar om in plaatjes te denken, om zo'n Bijbelverhaal te lezen en het dan echt zoals een film aan me voorbij te laten gaan. Maar als je dat beeld zo eens in je hoofd hebt, dat moet je in je achterhoofd houden als je Johannes 7 leest. Als je Johannes 7 leest, wat we net gedaan hebben, dan moet je denken aan die ceremonie. Deze ceremonie was volop aan de gang en heel het volk was betrokken op wat daar gebeurde daar bij het altaar.
En dan staat er dat Yeshua daar ook stond. Yeshua stond er ook bij. En Yeshua was een Jood die de schriften van voor naar achter en van achter naar voren kende. En ik weet niet zozeer in hoeverre je in de huid van Yeshua mag kruipen, maar ik kan me zo voorstellen dat hij al jarenlang elk jaar daar opnieuw heeft gestaan. En ook dit jaar stond hij daar weer, in de tempel, in het huis van zijn vader. De feesten vierend waarin hij tot in elk detail de volledige vervulling van is. En toch moest Yeshua elk jaar opnieuw zijn mond houden. Want zijn tijd was nog niet gekomen. Maar dit jaar was het anders. Dit jaar mocht hij zichzelf bekendmaken tijdens deze ceremonie, tijdens dit feest, als de Messias van Israël. En Yeshua stond op en hij riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En velen uit de menigte die dat hoorden, die zeiden: hij is een profeet. Hij is werkelijk de profeet. En anderen zeiden: hij is de Messias. Die omstanders die kenden de schriften, die wisten waar Yeshua het over had. Die wisten precies, die hadden aan die paar zinnen genoeg. Ik had er eigenlijk wel bij willen zijn. Ik denk dat het een adembenemend moment geweest moet zijn. Terwijl dat water in die tempel uitgegoten werd over het altaar en iedereen daar naar het kijken was. En al die mensen op het punt staan om te roepen: o Heere, geef toch heil, geef toch voorspoed. Dan staat de beloofde Messias daarop en dan zegt hij: hier ben ik. Wil je heil? Heb je dorst? Hier ben ik, kom bij mij. Het is ook opvallend, ik zeg net al, dat die menigte precies begrepen wat de Messias bedoelde, wat Yeshua bedoelde. Ze kenden de schriften, ze kenden de ceremonie, ze kenden de betekenis van het Loofhuttenfeest en van alles wat daar gebeurde. Iets wat we wat de kerk in de loop van de tijd is kwijtgeraakt en wij allemaal weer opnieuw moeten gaan ontdekken. Ze weten direct waar Yeshua het over heeft. Hij is de Messias. Yeshua zegt eigenlijk maar heel weinig woorden, hebben ze net gelezen. Maar met die weinige woorden zegt hij eigenlijk ontzettend veel. En ik wil eigenlijk gewoon even stap voor stap met jullie door deze versen heen gaan. Om te kijken wat Yeshua gezegd heeft en wat hij bedoelde. Allereerst zei hij: als iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken. Water is belangrijk voor een mens. Je kunt heel lang zonder eten, dat kun je best wel lang volhouden, maar zonder water kun je niet. En water in de Bijbel wordt ook heel vaak gebruikt als een beeld, als een teken voor het verlangen naar God. Denk aan Psalm 42, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. En ook in deze ceremonie is het gebed om water en regen gekoppeld aan het gebed om het heil van God, dat de Messias zou komen. Of hij de Messias zou komen brengen. In de dagen van Yeshua was de Messiasverwachting was heel sterk aanwezig. Uit buiten Bijbelse bronnen, daar weten we dat de Romeinse overheersing, dat hij ervoor zorgde voor een hele sterke Messiasverwachting onder het volk. Ze verwachten een Davidische koning die het volk zou verlossen van hun onderdrukking en die vrede en herstel zou komen brengen. En er waren al diverse valse messiassen opgestaan en ook na Yeshua's dood zijn er nog een aantal opgestaan. Wat Yeshua hier zegt en wat de omstanders direct begrepen, tenminste velen staat er in ieder geval, dat was eigenlijk even in mijn woorden gezegd, wat Yeshua zegt: als iemand verlangen heeft naar God, dan ben je bij mij aan het goede adres. Dan moet je bij mij zijn. Yeshua zegt eigenlijk iets vergelijkbaars met wat de profeet Jesaja al jaren eerder zei. Die zegt in Jesaja: o Allah, gij dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor tot mij en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. En dat is ook vandaag wat Yeshua vandaag tegen ons wil zeggen. Wil jij een vreugdevol, een vervuld leven leiden? Kom dan naar Yeshua. En vrijdagavond vierde ik samen met een aantal vrienden en mijn zusjes het begin van de Shabbat. En toen hebben we een aantal gedeelten uit Prediker gelezen. Dat hebben jullie misschien deze week ook wel gelezen. En daarin gaat het over de vluchtigheid en de ijdelheid van het leven. Mensen vermoeien zich met van alles en nog wat. De ene dag gaat, de andere dag komt.
Er is niets nieuws onder de zon. Maar wat is eigenlijk het voordeel van al dat gezwoeg en al dat gezweet? Ik bedoel, het is allemaal ijdelheid en leegte. Als je leven bestaat uit werken, uit school gaan, uit verjaardagsfeestjes, uit vakanties, maar niet meer dan dat. Ja, wat heeft het leven dan voor zin? En wat is het hogere doel van het leven dan? Een goede vraag. Ik denk juist ook voor in de tijd waarin wij nu leven. We zien talloze mensen om ons heen depressief en terneergedrukt door het leven gaan. Of mensen die het leven zien als een soort zinloze bezigheid, wachtend op het einde en dan verdwijnen in het eeuwige niets. De gekste verhalen kom je tegen. Maar dat is niet hoe de Schepper het bedoeld heeft. Onze Schepper heeft leven op het oog. Geen dood, maar leven. Eeuwig, vervuld, gelukkig leven. En in de laatste tijd ben ik eigenlijk steeds meer geraakt door de missie van God. Het evangelie wat ik altijd gehoord heb, totdat ik zelf de Bijbel ging onderzoeken en tot andere inzichten kwam. Maar het evangelie wat ik altijd hoorde vroeger in mijn kerk, zonder erover te oordelen hoor, maar dat was eigenlijk een heel klein bijbeltje. Het was eigenlijk net zo dik als een gemiddelde glossie. Heel kort gezegd kwam het hierop neer, ja, God heeft deze wereld gemaakt, geen idee waarom. De mens maakte er een puinhoop van. Het gevolg is de eeuwige ondergang. Nou ja, maar gelukkig heeft God een oplossing bedacht. Hij stuurde zijn zoon en als je in hem gelooft, dan ben je gered. En als je sterft, dan mag je naar de hemel. That's it. Klaar. Nou, er werd er bij ons ook wel wat bij gezegd, hè, dat dat allemaal niet zomaar ging. En je moest eigenlijk, aan de ene kant moest je je bekeren, maar aan de andere kant kon je dat ook weer niet. Dus dan moest je weer gaan zitten wachten. En dan, ja, je moest toch in de kerk komen. En ik weet niet, het ging bij mij altijd een beetje kortsluiting geven, maar... dat was het een beetje. Voordat ik dat alweer bedacht had van hoe zit dat dan, dan had hij alweer aan me gezegd en dan was het alweer klaar. Maar als dat alles is, ja, dan sla je een heel groot gedeelte van de Bijbel over. Dan houdt het helemaal op bij Genesis 1 tot en met 3 en ja, Johannes 3 vers 16, misschien wat fragmenten van wat brieven en ja, misschien nog een stukje Openbaring erbij. Het hele verhaal over God, over de missie van God, is zoveel groter, zoveel mooier, zoveel omvangrijker. En ik denk dat ik daar voorlopig ook nog lang niet over uitgeleerd ben. God, de Schepper, wil leven. God wil gemeenschap. God wil zijn schepping. En dat is niet veranderd door de zondeval. God wil het nog steeds. God wil het volledige herstel van heel de schepping. En God wil nog steeds in harmonie en gemeenschap met zijn schepping zijn. God wil nog steeds leven, vervuld van glorie, vervuld van heerlijkheid. En dat is de missie van God, dat alles wat er gebeurt, dat draagt daaraan bij en dat werkt daaraan mee. En in dat plan van God, daar gebeuren zo ontzettend veel bijzondere dingen. Het is zo veelomvattend dat je kunt blijven studeren. Ik zei het net al, ik ben nu 25. Nou, ik denk dat ik over 50 jaar, als ik dan 75 ben, zeg maar, als Yeshua dan niet teruggekomen is, nog steeds nieuwe dingen leer. De Bijbel is zo ontzettend rijk, zo'n onuitputtelijke bron van God, van leven. Amen. En in dat prachtige plan, in de prachtige missie van God, daar centraal staat de Messias. De bron van heil, de bron van zegen. En alles heeft uiteindelijk met hem te maken. Alles wijst heen of wijst weer terug naar de Messias. De Torah, de wetten en leefregels, de bijzondere geschiedenis en de toekomst van het volk Israël. De profetieën, de evangeliën, de brieven, de feesten, de rituelen, de ceremonies, de sabbat. Het verleden, het heden, de toekomst, de schepping. Alles draait uiteindelijk om de toekomst, om de Messias, om zijn koninkrijk van shalom en van gerechtigheid. En God wil leven, hij wil zegen, hij wil harmonie en gemeenschap voor heel de schepping. En daarom zegt Yeshua, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als je in Yeshua gaat geloven, dan word je ingeschakeld in de missie van God. En dan stroomt het als het ware door je heen. Overal waar je heen gaat, daar stroomt Gods liefde, daar stroomt Gods leven, daar stroomt Gods zegen, Gods bewogenheid, Gods barmhartigheid, Gods gerechtigheid, Gods verlangen naar intimiteit met mensen, Gods shalom zo vanuit jouw binnenste de wereld in. Niet een druppeltje, maar stromen. Geloven in de Messias, dat betekent dat je niet langer een zinloos leven leidt. Dat betekent ook niet dat je in principe, hè, als je bekeerd bent, dan ben je klaar en dan kun je gaan zitten wachten tot het moment dat je opgenomen wordt of iets dergelijks. Nee,
Geloven in de Messias, dat betekent dat je wordt ingeschakeld in die missie van God. Ik heb begrepen dat er zometeen een aantal van jullie gedoopt zullen gaan worden. En de doop is een geweldig mooi ritueel. Dat betekent dat je tegenover God, tegenover ons hier, tegenover heel de geestelijke gewesten en alles wat daar gebeurt, dat je laat zien dat je een nieuw leven bent ingestapt. Door de doop laat je je oude leven achter. Het wordt begraven. En als Ronaldo en Jaap jullie niet weer omhoog tillen, dan zouden jullie achterblijven. Maar Godzijdank, je wordt dus omhoog gehaald. Je mag weer opstaan in een nieuw leven. En het oude mag je achter je laten. En dan ben je klaar om, vervuld van de geest, het levende water door je heen te laten stromen. Het levende water van Yeshua. Stromen van zegen. Ik vertelde net al dat het volk toen de priesters die kruik water omhoog brachten naar de tempel, dat ze toen onder andere Jesaja 12 vers 3 reciteerden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dat is wat daar toen gebeurde. He, onder vreugde en muziek en werd die kruik met water gevuld van de bron van Siloam. En dat ging zo omhoog, werd naar het altaar gebracht. Maar ze wisten ook in de toekomst, dan zal het nog groter, nog mooier worden. En als de Messias komt, dan zal God zelf in ons midden zijn. En dan, onze vertaling is dat niet meteen zichtbaar, maar eigenlijk is het ontzettend bijzonder wat hier gebeurt. Ik kan me er eindeloos over verbazen over wat hier gebeurt. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil, roept het volk. En Yeshua, die staat erbij. En dat is zo ontzettend gaaf, dat is sowieso ontzettend bijzonder. Waarom? Nou, ik ben zelf niet zo heel goed in het Hebreeuws. Ik doe een poging en ik ben het aan het leren, maar dat komt nog wel. Maar tegenwoordig zijn er allerlei handige hulpmiddelen voor. Wat ik dan vaak gebruik is die studiebijbel waar alles gewoon in het Hebreeuws staat en dan de transliteratie eronder en eronder staat dan in het Nederlands wat het betekent. En ik denk dat ik het een keer een spreker heb horen zeggen, want toen ik dit zo aan het voorbereiden was, toen zag ik met potlood in mijn bijbel erbij staan uit de bronnen van het heil. Er stond een streepje onder en er stond iets naast wat ik vroeger daar opgeschreven heb, wat ik weet niet meer van wie, maar wat ik daar gehoord had. En toen ik dat ging controleren in die studiebijbel, toen zag ik inderdaad dat daar het woord wat er voor hel in onze vertaling staat, dat daar volgens de studiebijbel HaYeshua staat. Hoor je dat? HaYeshua, Yeshua. Dus wat die mensen daar eigenlijk zeggen en zingen en proclameren, dat is: u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua. En Yeshua die staat erbij. Ik kan me daar oneindig over verbazen. Die prachtige lijnen en verbanden in de Bijbel. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Wie in mij gelooft, zegt Yeshua. We zagen net al dat als we leven willen, als we verlangen naar God, dat we dan bij Yeshua moeten komen. De schrift leert ons niet dat we moeten gaan zitten wachten totdat God ons bekeert. Nee, de schrift vraagt actie van ons. We moeten naar Yeshua toe gaan, zegt hij, kom tot mij. En we moeten in hem geloven. En natuurlijk als je achteraf terugkijkt, dan besef je ook wel van, het was helemaal niet ik. En we hebben alles te danken aan de genade en de grootheid van God. En hij heeft mij getrokken uit de duisternis tot het wonderbare licht. Dan gaan we God danken voor zijn grootheid en genade. Maar goed, geloof in Yeshua. Wat geloof je dan precies? En ik zou graag gecorrigeerd worden zometeen. Als ik het verkeerd heb, maar vooralsnog denk ik dat geloven in Yeshua, dat het betekent dat je gelooft in zijn offer aan het kruis voor jouw zonde. En, dan komt er nog iets belangrijks bij, wat ik altijd veel te weinig gehoord en geleerd heb, dat hij de Messias van Israël is. Dat hij de koning is die straks zijn voeten op de Olijfberg zal zetten en het koninkrijk van Israël in ere zal herstellen. Op de troon van David zal gaan zitten en zal regeren vanuit Sion over heel de aarde. Dat hoort helemaal bij elkaar. En waarom zal hij dat doen? Nou, precies om wat Yeshua hier aanhaalt. Omdat hij de bron is van het heil, de bron van de verlossing. Hij is de bron van waaruit wij met vreugde, zegen en heil voor heel de schepping mogen putten, wat door ons binnenste heen zal stromen, zodat heel die schepping van God wordt vervuld met de glorie en de heerlijkheid van God. God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gestuurd om
lukraak wat individuen te redden en om die dan bij elkaar te zetten en een mooi paradijs ervoor te maken en de rest van de hele schepping te vernietigen. Nee, God heeft het mogelijk gemaakt dat er een volk, een gemeenschap, klaargestoomd kon gaan worden, waardoor hij de aarde kan vernieuwen en herstellen. En het begint nu al. En dat zal straks overal zichtbaar zijn als onze koning zelf vanuit Sion dit alles zal aansturen en regeren. We zien nu al het nationale herstel van een deel van Israël. Vooral Juda en straks dan, geloof ik, dan komen de andere stammen die God nooit verloren is, die komen daar ook nog bij. En er zal een geestelijk herstel komen en de Messias die komt er dan bijna aan. En ja, we leven in spannende tijden waarin heel veel gaat gebeuren. En hoe, wanneer, in welke volgorde allemaal. Nou, dat doet er mij nu eventjes niet toe. Het gaat er mij nu om dat we geloven in Yeshua, de verlosser, maar ook in Yeshua, de koning. Dat het helemaal bij elkaar hoort. En als je dat doet, dan belooft de schrift dat er stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. En in het evangelie van Johannes, dan gebeurt het regelmatig dat Johannes tussendoor wat extra informatie geeft. Dus Yeshua dan wat gezegd heeft, dat Johannes dat gaat duiden wat hij bedoelde. En Johannes zegt, hij schrijft er dan bij, in mijn vertaling staat dat dan tussen haakjes ook nog erbij. En dit zei hij over de geest die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Het stromen van het levende water, wat vanuit je binnenste zal vloeien als je Yeshua gelooft, dat wordt gebruikt als een beeld van de Heilige Geest. De geest wordt wel vaker uitgebeeld als water. En neem bijvoorbeeld Jesaja 44, vers 3, daar staat, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Water, geest, leven en zegen, de bron van Yeshua is onuitputtelijk. Voor jou, maar ook voor de wereld om ons heen. Voor nu, in deze tijd, maar zeker ook voor de toekomst als Yeshua terugkomt in Sion. Dan zal er levend water, de geest van God vanuit Jeruzalem, over heel de aarde heen stromen. Ik ga dat nu niet allemaal lezen, maar lees maar na in Ezechiël 47 en Openbaring 22 en nog zoveel andere gedeelten. Eén gedeelte zou ik wel willen lezen, dat is Zacharia 14, vers 8 en 9. Er staat, en op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. En de Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn. In zijn naam de enige. En de vraag voor jou vandaag, voor u, voor jou, is, heb je dorst? Verlang jij naar God? Is jouw gebed met Psalm 118, och Heere, geef toch heil? Dan heb ik goed nieuws voor je. Yeshua heeft water voor je. Yeshua heeft stromen van levend water voor je. En als jij vandaag je leven in de handen van God legt en hem volledig vertrouwt op Yeshua en gelooft in hem, dan mag je laten dopen. Er is zo meteen vast nog wel ruimte voor. Dan mag je de Heilige Geest ontvangen. Dan zullen de stromen van levend water door jou heen stromen, vol van Gods liefde, Gods genade, Gods vergeving, Gods genezing, Gods zegen, Gods barmhartigheid, Gods gerechtigheid, Gods bewogenheid, Gods shalom. Ja, van Gods Geest zelf. We zullen vanuit jouw binnenste stromen naar deze wereld, naar deze aarde. En ik wil jullie allemaal uitnodigen om je handen, je hele leven, als je dat nog nooit gedaan hebt, om je leven in de handen van Yeshua te leggen. Want dan zul je echt leven. Stromen van levend water zullen door jou heen vloeien. Amen. Ik wil met jullie bidden.